mensen, welkom bij deze nieuwe video. En wij gaan vandaag een dagje naar Landal, volgens mij is het. Geen Centerparks, of een van de twee in ieder geval. En dat is het Vennebos, dus ik weet niet of jullie dat kennen. In Hapert ligt daar. En ik ga even een dagje zwemmen daar zo. Want dat is gewoon mooi, want ik ben daar vroeger. Ben ik daar als kind echt 8 jaar geweest of zo, misschien wel langer. 8 jaar achter elkaar. Dus even jeugdherinneringen opdoen. Dus we gaan lekker in het zwembad, gaan we lekker filmen ook. Ik weet niet wat er mag daar, gaan we wel zien. Dus let's go! Ik heb een goede smoes om een nieuwe zwembroek te kopen. Want hij ligt namelijk nog thuis. Hey, wat een fucking dom. Hey, hier zo hebben wij vorige keer gezeten blijkbaar. Weet ik al niet meer. Twee 8-persoons huisjes. En toen ging ik met de hele familie altijd hierheen toen. Ik zou het allemaal niet meer weten, jongens, zo lang geleden. Maar ja, ik weet nog wel dat er een dolf was. Of was dat niet? Wel, hè? Ja. Ja, en een pontje, dat ook. Dat was er ook. Nou, daar hebben we hier ooit geslapen. Ik herken het nog wel een beetje. Want dan waren we hier zo aan het... Ja, we zeiden, daar waren ze hier aan het voetballen wij. En dan, maar ik wist nog dat het daarachter dan het zwembad was. Dus, en dat is ook volgens mij. Ik herken het nog wel een klein beetje hier. Maar ja, we hebben hier echt overal gezeten. In elke hoek van dat park, volgens mij. Het water staat tering laag overal, joh. Kei zonde. Daar is dus het pontje, dat weet ik nog. En daarachter hebben we ook een keer gezeten, de laatste keer dat we hier waren. Nou jongens, mooie zwembroek. Let's go. Oké, mensen, je hebt nou een heel nieuw stuk, hè. En dat is dit. Dat is allemaal voor kleine kinderen wel. Maar ik ben er nog nooit af geweest, dus gaan we even doen. Top, in september is dit pas geopend, dus dit is net 1 maand oud of zo, dit helemaal. Dit is zwaar lang geleden. Maar ik krijg je als goed zo één ding. Ik kom niet vooruit. Van vroeger was deze glijbaan daar veel langer. Ja, of wij zijn zo gesloten. Woehoe! Ik ben tevreden. Dit is een beetje stuk, jongens. Hè? Oh, daar komt een lang stuk aan. Oh,
Hij leek echt wel best veel langer, man. Ik kom er niet vanuit. Oké, we gaan van de hoge glijbaan. Oh, bukken. Oh, we zijn er al, joh. Hij werkt niet zo goed meer. We gaan even op de bodem zitten, ja, en gaan we even gesprekken voeren, oké? Tenminste, gaan we doen, want we hebben lekker pizza besteld. Ik weet niet van. Ja, van wie is dat? Van mij. Niet van mij. Ja.
Volgens mij tonijn, ik ruik tonijn. De volgende. Dat is ook niet van mij. Zullen we zien dat die van mij onderop ligt? Nee, ik heb persil. Hè? Ik heb persil, of niet? Ik heb salami. Godver, ik krijg er helemaal niet open dit. Ja, dit is mijn, lekker. Oké, hier is de bowling. Het zal goed dat dit veranderd zal zijn in die 5 jaar zeker, dat ik hier niet geweest ben. Maar we hebben nooit gebold hier, dus ik zou het niet weten. Oké, we zijn bij de speeltuin. Let op, helemaal verneukt. Kijk, eerst stond daar één groot klimrek. Met net zoals ja, gewoon zo'n indoor speeltuin. Met blokken en zo. En daar hebben ze alles van hout gemaakt en zo. Helemaal verneukt. En daar stond een springkussen. En dit ziet er niet uit, dit. Mensen, het begint al donker te worden. En het ligt er nog steeds echt triest bij. Het is heel jammer. Ik hoop dat ze hier gewoon water uit de rivier bij gaan pompen. Want anders loopt het toch maar terug naar de zee. Dus als mensen er kijken die hier werken, doe dat. Oké, we gaan nog even langs Lars' huisje lopen. 108. Even kijken waar die is. Nou, we hebben hem niet meer gevonden, maar waar wel is. Het Bollo de Beer huisje. Dat heb je hier. Wacht, ik loop erin, ja. Hier is Bollo de Beer. Kijk hem zitten, als gek. We gaan erin. Maar, dat is nog niet alles. We hebben ook Puk en Pelle, natuurlijk. Die staat hier. Oké, kijk wat er gebeurt. Hey. Oh, ding dong. Oh, helemaal muziek en zo. Ah, niemand thuis, hè? Hallo. Hallo. Wat leuk dat je hebt aangebeld. Ja, leuk man.